Hoofd onderhoud velden, Jaap Laan. Of weet je dat niet? Ik heb wel een beetje wat te zeggen hier, ja. Ja, want jij steekt je vinger in de grond en je weet wat of er gevoetbald mag worden. Ja, die tijd heb ik gehad vanzelf. Ik ben al sinds... met je 70ste moet je stoppen met consul, volgens de KNVB. En dan ben ik iets ouder, dus laat ik een andere over. Ruud Klaai is nu de consul hier in... Oké, hoe oud ben je, Jaap? Voor even een vraag. Hoe oud? Hoe jong? Hoe jong? 85. Ja, en dan nog steeds vrijwilliger van het onderhoud van de velden? Ik vind het heel leuk werk om te doen. En gezellig altijd. En ik voel me hier wel een beetje thuis, ja. Hoe groot is de groep? Nou, maandag zitten we hier met een... als we de dames meerekenen, een man of 10. En dan doen we de werkzaamheden die erbij horen die maandag. Die velden overlopen, kleedkamers enzovoort. Er is altijd wel wat te doen vanzelf. De kluiten wegdouwen, weet je, wat ze eigenlijk bij de profclubs eigenlijk dus bijna na elke wedstrijd doen. Onder de rust lopen ze met profclubs. Nou, zover ben wij nog niet. Wie weet in de toekomst. Morgen is het ingezaaid. Ben je erbij geweest? Nee, ik ben er niet bij geweest. Ik had andere drukte. Ja. Maar ik wist dat... ik kan er toch zelf helemaal niks aan doen. Ik ga allemaal niet meer hopen dat het goed komt. Dat er een klein beetje regen op komt. Nu regent het zowat al vanzelf. Dus dat het groeiende heen gaat. 1 augustus zaaien en 18 augustus maaien. Ja, maar we zijn nu al een vraag te vroeg. Dus ik bedoel, nu wordt het waarschijnlijk 1 augustus maaien. Geen idee, maar in ieder geval komt goed, denk ik. 24 spuiten, dat zei ik al. Dat is uniek, hè? Maar toen hoeven jullie geen spuit meer uit te leggen. Dat deden wij niet, dat deed de gemeente altijd. Maar nu zetten jullie zelf de spuit aan? Ik heb nog niet ieder idee wie de sleutels kreeg van dat hokje. Maar dat wordt waarschijnlijk Jaap Laan. Nee, ik ben niet elke zondag met elke thuiswedstrijd als er hier gevoetbald wordt verteld. Dan ben ik niet... Dat zou je aan Timon Groot moeten vragen, wie de sleutels krijgt van... Nou, je krijgt de sleutels, ja. Dat veld wordt gemaaid door de gemeente. Hadden jullie als ploeg van vrijwilligers niet liever zelf een maaimachine gehad? Dat je de veld zelf mocht maaien? Het ideale is alweer een robot. Ja. Maar ik geloof dat het nogal een kostbare zaak is voor de valken, dus... Daar wil ik me voor de rest niet over uitlaten, want dat weet ik ook niet vanzelf. Maar het verschil in maaien zit er nogal wat eens aan, of de gemeente dat nou doet. Of... Vroeger hadden we een maaier die kwam uit het Waaland vandaan, dat was Stoop. En betere maaier was er volgens mijn optiek niet in Noord-Holland. Maar ja, dat is een kostenplaatje, denk ik, uit het Waaland vandaan komen enzovoort. En nou doen de gemeente dat. En als noodgeval hebben we altijd nog zwanen hier achter de hand. Oké, dus als het gras even te hoog is, dan denken jullie nou, dan bellen we zwaan. Wil je dat voor de zondag? De gemeente houdt het goed in de gaten en die komt dan, als het nodig is, 2 keer in de week. Toch is het wel eens gebeurd, hè, dat het gras te hoog was. Ja, ja. Ze vergeten dat wel eens een keer, ja. Ja. En heb je geen lijntjes bij de gemeente? Bij de gemeente? Ja. Nou, ik ken wel iemand van de gemeente die ik wel eens belde, maar ja, dat lag allemaal zo moeilijk. Dus daar ben ik een beetje klaar mee. Het klonk een beetje als je was er een beetje boos over. Nou ja, een beetje, toch 2 beetjes. Maar ja, wat moet je ermee, hè? Ja, vrijdags zijn jullie hier ook en dan worden de lijnen getrokken. Ja. Ja, jij weet natuurlijk en dan hopen we wel dat die gemeente op donderdagmiddag komt. Dat wij vrijdag de hele dag de tijd hebben om die lijnen te verzellen. Als het morgens regent, kunnen we niet lijnen verzellen. Dan ben we al... Vervallen wel aan de middag en als het net andersom is, dan gaan we 's morgens lijnen. Dus als het donderdag gemaaid wordt, dan kunnen we vrijdag rustig op ons gaan. Hoeveel velden liggen er op het ogenblik slecht bij wat betreft de natuur en grasvelden? Bij de valken was dat altijd goed voor elkaar. Ja, hoe komt dat? Komen jullie uit de agrarische wereld? Ik kom een beetje uit de agrarische wereld. En die consul die we nu hebben, die komt ook uit de agrarische wereld, Ruud Klaai. En voor mij was Arnold Boots, deed dat, zal maar zeggen. Ja. Van de KNVB heb toen gezegd, met 70 jaar moet je stoppen. Dat doen we dan maar. Voor het doel is altijd een kale plek. En ook natuurlijk wel eens langs de kant. Zaaien jullie dan zelf ook gras? Nou, in principe niet. Hoe vul je dat dan met zand? Nou, met zand helemaal niet. Dan wordt het helemaal een prikzootje.
Nou, ze zijn een beetje, we prikken dat dan. We hebben nog een vrijwilliger, die is 89. Dat is Jaap Serps en die is hier 's maandags ook altijd. En als je denkt, in de loop van de week gaat het regelen, dan begint hij maandagochtend begint hij die doel al door te prikken. Met een greep. Ik weet niet wat je. Ja, ik weet waar nog greep en dan is. Prikt hij allemaal overal. Ik weet niet, denk dat er water gaat staan, dan begint hij uit voorzorg begint hij die plek al te behandelen. Zowel voor het A, B en C veld. Als er nou een kunstgrasveld was gekomen, was je dan boos geweest? Nee, ik ben nooit boos. Nou, je bent wel boos op de gemeente als ze niet komen maaien. Ja, maar daar kan ik me niet over oordelen. Ik heb zelf nooit ervaring gehad met kunstgras. Ik heb wel altijd gevoetbald hier mezelf. Maar ja, goed. Nee, dat weet ik niet. Of ik ben boos over hoor. Als er wel kunstgras kwam. Je hebt een heel lang verleden bij de Valken. Wat? Je hebt een heel lang verleden bij de Valken. Nou, ik kan me nog herinneren dat ik op de lagere school, heb ik ook nog gezeten. Een tijdje terug en toen zat ik in de. Ik ben van 35 en toen was je vooral van. Tot je 12e zat je in de lagere school. Dus dan praat ik over 1947 en toen kan ik van een meester. Ik dacht dat het meester oud was. Toen had mijn vader me zeker al lid gemaakt. Want ik stond thuis net wel dus dat balletje te trappen tegen de muur. En dan kregen we een kaart. Van die schoolmeester en er stond dan op van zaterdag zo laat voetballen en de plaats die je dan innam in dat elftal, dat kan ik me nog wel herinneren. En werd gelijk kampioen. Ja. Niet... Was je een verdediger of was je aanvaller? Nou, ik was aanvaller. Toen was ik nog niet zo zwaar, maar ik ben... Ik kan mijn zoon nog wel een mooi verhaaltje over vertellen dat ik... Moet ik dat dan vertellen, Erwin? Nou, er was iemand die woonde hier bij de Bruine Hengst. Dat was een rood van zijn achternaam, was een groenteboer. Bruine Hengst was waar nu de Chinese restaurant is? Ja, daar in de buurt was een groentezaak. En die man die heb ik mee gevoetbald tot en met de A-junioren aan toe. Dus dan was ik 17 jaar. En toen later verhuisde hij naar de Andijk toe. En toen kwam hij hier een keer kijken. Met Valken. En toen had hij het zo over vroeger, dat hij bij mij in het elftal stond, of ik bij hem in het elftal stond. Dus, mijn zoon was er ook bij, toen zegt hij, weet jij nog dat we kampioen werden toen? Ja, ik zei, we waren alle jaren kampioen, 5 jaar achter elkaar. En we kampioen van 12 tot 17 jaar, dat ik over mijn leeftijd heb. Toen zegt hij, weet je hoeveel doelpunten jij gemaakt had? Nou, ik zeg, ik weet wel dat ik er helemaal heel veel gemaakt heb. Toen zegt hij, we hadden er 75, Erwin. En ik, 72 en ik had er 60 gemaakt. Nou, hij zegt, dat is niet. Nou, en ik denk, hoe kan dat nou? Maar dan heb ik later zijn vrouw gebeld. Dan was je trouwens al overleden. Toen was je verhuisd naar Andijk toe. Maar hij was als groenteboer, deed hij dat zo serieus. Als hij s'avonds thuis kwam, dan schreef hij op. 3 bossen wortelen, 12 bloemkolen, 4 pompen asperges. Zo serieus was dat. Zo deed hij dat met voetballen ook. Hield hij de hele competitie bij en precies van die doelpunten en zo, enzovoort, enzovoort. Dus, Heb je het eerste gevoetbald? Of een keer een kampioen? Ook nog. Nee, met het eerste ben ik... Dat was het enige wat me nog een beetje niet lekker zit. Toen zouden we kampioen worden, we stonden ver voor. En toen was Dick Skipper. Was het nog in de katholieke competitie? Nee, daar heb ik niet in gevoetbald. Maar in ieder geval, dat was Dick Skipper. En ik had een beetje ruzie met die trainer, dat was Duster dan. En hoe het gegaan is, wij mochten de laatste 2 wedstrijden mochten wij niet meer meedoen. En toen kwamen er een paar anderen in, maar ze werden Eibold kampioen. En toen zei mijn vader, ik ga naar ASV. Want ik had de pest in en Dick Skipper ook. En Dick Skipper was zijn broer Ben, die heeft nou bij AZ gevoetbald. Maar ik vond Dick nog beter als Ben. En toen moesten ze promotiewedstrijden spelen om naar de KNVB te komen. En de eerste wedstrijd speelden ze gelijk in de Helder, 3-3. En de volgende week zouden ze thuis hier voetballen, toch in de Zaanse club, weet ik niet meer wat dat was. Maar Duster, de trainer, die was om 6:30 s'avonds al bij ons. Hij zegt, zondag moeten we... Nou, ik had het pest in vanzelf. En ik zeg, hij zegt, zondag moet je meedoen, want we moeten nou toch die Zaanse club. En we hebben nou 3-3 gespeeld, dus die moeten we winnen, willen we promoveren. Nou ja, dus ik zeg, ik wil wel meedoen. Ja, daar heb ik me wel allemaal om laten lullen. Mijn vader zegt, doe nou maar mee. Maar ik zeg wel, als Dick Schipper ook meedoet... meedoen mag, dan wil ik wel meedoen. Nou, dat hebben we gedaan. Toen hebben we wel gepromoveerd. Ja. Naar welke klas? Nou, toen naar de 4e klas kwam voorbij. We voetbaldragen in de afdeling Noord-Holland toen. Daar praat ik over, precies weet ik het niet meer. Maar, 1955, 56? Ja, dat zal een beetje tussen 55 en 60 geweest zijn, denk ik. Daar hangt hier nog in de kantine nog een mooie foto van. Van Duster en
En die keeper Jan Beemster had er mij in doel. Hè? Ja. En André Timmer, die zat ook, stond er ook op doel? Nou ja, maar dat was er daarvoor. Die heb eerst gevoetbald. En ik heb nou met hem gevoetbald, ja. En later is hij in doel gekomen. Ja. Dus jullie hadden toen eigenlijk een topteam? Ja, maar dan ben je kampioen. En, dus de... en promoveerde naar en de vierde klas. En hoe lang hebben jullie in de vierde klas toen gevoetbald? Nou, toen ben je gestopt? Hoe lang weet ik niet. Maar ik kan je allemaal een mooi verhaal vertellen. Keesje de Boer, de vader van Frank en Ronald vertellen. Ja. Die kwam uit Lutjebroek vandaan, of een grote broek. En de eerste wedstrijd dat Keesje weer terugkwam bij de Zwaven, moesten wij tegen de Zwaven voetballen. Na één grote broek. En de trainer, een groot uit Horen vandaan, die had bij Hollandia gevoetbald. Ik hoef ze voor, dan ben ik vergeten in ieder geval. Dus wij gaan dan naar de Zwaven toe. En dat was altijd al een soort derby. Valken KGB en Valken Zwaven vanzelf. En Keesje de Boer die stond linksbuiten, dat wist die trainer. En dan hadden we Kees Kuip uit hier aan hem vandaan. Die kon het allersnelste lopen. En toen zegt die trainer toch een Kees in de kleedkamer voordat we begonnen. Kees, jij moet vandaag rechts back spelen, want Keesje de Boer staat links buiten. En dan zou je handen wel een vol hebben. En Kees stotterde een beetje. Zegt, dat ken ik niet, zegt hij. Die trainer zei, jij gaat rechts buiten spelen. Na een kwartier een penalty. Kees de Boer werd onderuit gehaald. 1-0 voor Zwaven. Maar uiteindelijk wonnen wij daar voor 1500 mensen. Je kunt je niet voorstellen vanzelf. Geen mens was er meer thuis in de streek, ze stonden allemaal op het veld. Toen wonnen wij er met 2-1. Dat ken ik me heel goed herinneren. Kwamen jullie nog heel erg thuis? Ja, we waren nergens bang voor. Nee. Ik was toen al 90 kilo, 95 kilo, dus ik kwaad keken, dan gingen ze meestal opzij. Ja. Waren er ook wel grote toestanden ook met spelers die dan hier kwamen voetballen uit de streek? Nee, dat is ja, later wel kwamen er, ja, dat was na mijn tijd, toen kwamen er wel eens een paar hier naartoe. Van Zinnige en ik weet niet hoe die ander nou heette. Ja, dat kan ik me niet meer zo herinneren. Nee, maar je hebt nog steeds eigenlijk een rood-groen hart. Ja. En dat doe je ook nou, niet? We hebben maandag een hele gezellige ploeg en dat doen we allemaal. Ik heb maar te bellen en daar komen ze. En je gaat ook naar elke thuiswedstrijd? Nee. Ik heb een tijdje met mijn vrouw gezeten en dat was ook een beetje, daar kon ik niet meer elke keer hier wezen. Maar ik kom hier alle weken. Maar nu weer wel, want die vrouw is inmiddels al verleden. Ja, ik ben eigenlijk een beetje Ajax supporter geworden door een buurman van mij. Die ging, vroeger ging heel toevallend dan vanzelf, als ik het dorpje in de Eredivisie kwam, toen ging heel West-Friesland naar Volendam. Mijn vader was ook gek van Volendam. En dus zodoende ging ik, als ik zelf niet voetballen moest, dan ging ik mee. En toen zei een buurman van mij, Jan Tol, hij is ook overleden, misschien ken je die schilder. Hij zei, die ging al naar Ajax toe. Dus als ik je huis schilder, is dat goed, dan mag jij een keer met mij naar Ajax. Nou, ik zeg, heel naar Amsterdam, joh, dat is mijn veelste veld. Dan ben ik zo 14 dagen weg, denk ik, zo, dat zo lang duurt, dat lulde ik maar. Nou, hij zei, en toen was ik één keer met hem mee geweest. En... ja, die tijd van Cruijff en Olsen en Jacques Zwart en Piet Keizer en Vasovic enzovoort enzovoort. Ja, daar was ik verkocht voor zelf. Die gouden tijd heb je allemaal meegemaakt? Ja, ik ben ook naar Londen geweest de eerste keer dat ze de Europa Cup wonnen. Later nog een keer naar Belgrado. Was dat voor de eerste keer dat je naar buitenland ging? Ja, nou, niet naar het buitenland, maar wel de eerste keer dat ik in de vliegtuig zat. Jan Ton die nam 2 personeelsleden mee. En ik was naar nummer 4, ben met z'n vieren met me toen. Vliegtuigje van... ging niet hoger dan 3 kilometer. Dus en het was schitterend mooi weer. En een schitterende wedstrijd vanzelf. Ze wonnen daar met 2-0 van Panathinaikos. Dus dat was heel mooi. En toen later moesten ze een keer naar Belgrado. Daartussen hadden ze in Rotterdam nog een keer gespeeld. Ook voor de Europa Cup. Die wonnen ze ook toen. Van Inter Milaan, Erwin. Huh? Van Inter wonnen ze ook van Milaan. In Rotterdam. Dus Inter. En toen moesten ze die andere wedstrijd, moesten ze toch een Juventus. Dan maakte Rep in de 5e of 6e minuut met een kopbal werd het 1-0 voor Ajax. En voor de rest hebben we niks meer gezien van die wedstrijd. Want wel, Ajax was gewoon oppermachtig toen. Ja, dus jij was een rood-wit hart en je had een groen rood hart. Ja. En nou, mijn zoon die gaat naar wel eens naar Ajax toe. Feyenoord...
Ik ben één keer bij Feyenoord geweest, want ik heb me dood zitten te vervelen. Een zwager van mij, die ging en zei, ik moet een keer meegaan naar Feyenoord. Nou, dat, nee. Dus het is topvoetbal en nu elke avond voor de deur thuis? Nee. Ik wacht op die leuke wedstrijden. De leukste wedstrijd die ik tot nu toe gezien heb, was dan afgelopen week van, of deze week nog, van Portugal-Frankrijk. Ja. Dat vond ik nog een leuke wedstrijd. Daar ging het er echt om, weet je wel. Dus dat is elke vierkante meter vochten ze erom om die bal te veroveren. Maar in Nederland zelf al? Nou, ik ben er niet weg van. Ik ben er niet weg van. Wat denk je? Hoe ver komen ze? Nou, ik denk niet ver. Ik heb geen idee. Dus zondag liggen ze eruit? Nou, die kans is wel groot, ja. Okay. Ja. Je schat die Tsjechen hoger in als een Noord-Macedonië? Ja, ik vind het Nederlands elftal nog niet zo. Ik heb ze dan niet zoveel zien voetballen. Dus wat vind je van die toestand op het ogenblik van dat homo's en lesbiennes? Ga rustig aan je gang, Jood. mijn pakken Jan hebben ze. En die acties? Ik bedoel, acties? Ja, die ze nou op het ogenblik organiseren. Oh, daar moet ik me helemaal niet mee. Zet ik de televisie uit. Wat deed je voor werk vroeger? Werk? Ja. Nou, ik ben eerst proberen om professor te worden. Dat lukte niet. Toen ik van de lagere school kwam, moest ik naar het lyceum, weer een Friedrichslyceum in Horen. Nou, dat werd geen succes. Toen ben ik getransfereerd naar de Mulo. Dus dat werd ook niks. En toen mijn vader zat een beetje in de bollen, ben ik eerst een beetje bollenkweker geweest. En daarna is... Een gouden tijd? Nou, dat was altijd wel leuk om... Er was wel geld mee te verdienen. Ja. Ik kon er wel van leven. En toen een vriend van mij, Jo Besseling, die is toen... Die kwam hier van het Wijver. Die is toen naar Limburg gegaan om het vak als champignonkwekerij te leren. Daar moest hij veel ervaring op doen. Zo, daar was je de hele week in de korst. En dan ging je één dag in de week naar school toe. Dat was een school, want ja, wil je geld van de bank hebben, dan moest je weer op diploma's hebben. En dan belde hij mij wel eens op. Jaap, kom even een weekendje naar Limburg toe. Dan had ik een autootje, dus zulke mooie vrouwen hier zo. Nou, we hadden alle twee nog geen verkering. Dus ik denk, dat zal hem worden daar zo. En dan bleef ik daar een nachtje slapen. En dan gingen we de volgende dag, want hij was dan bij een kweker om het vak te leren, zou ik maar zeggen. En die kweker zegt, nou, dan gaan we morgenochtend eerst naar de kerk en dan gaan we even naar die kwekerij bekijken. Want ik had die kwekerij ook nog nooit gezien van binnen. Bij die Limburgers, elke kerk staat een café naast, aan de rechterkant en aan de linkerkant. Dus hebben we eerst een borreltje gedronken, maar we zaten er smiddags om 5 uur zaten we er nog. Dus ben ik een paar weken later ben ik er maar weer eens heen gegaan. En daar heb je je vrouw leren kennen? Ja, nee. Die komt ergens anders vandaan. Nee hoor, maar Joop is hier begonnen als champignonkweker om hier aan de Elmerweg. Ja. En dat ging al vrij goed en dat stond mij ook wel aan. En dan ben je ook in de champions gegaan? Toen ben ik 20 jaar in de champions gewerkt. Je was kampioen of? Wat? Nee, met een zwager van mij. Oké, je had je eigen zaak? Ja, met z'n tweeën hadden we hier aan de Koggenweg een champignonkwekerij. Ja. Was het ook een gouden greep? Ja, dat was heel goed. Okay. Ja. De Valken? Ja, ze hebben een tribune, ze hebben een prachtig mooie complex. Ja. En het is hier een plezier om in de lengte van dagen nog te komen. Ja, zolang ik het nog doen kan, dan doe ik dat nog. Als ze me niet wegsturen, okay. Ben ik ook af en toe bang voor. Dankjewel. Nee hoor.